Wat iets fucks zien op Bill Koens kanaal op zijn eigen kanaal. Ja, oké. Hij is een editor, ik niet. Edit nu mijn shit groen. En nu blauw. En nu Koens haar rood. Koens zegt, ik heb een cadeautje voor je. We zijn allebei 20 plus en we lachen op condooms. Wat is hij? Heb je condooms? Denk jij, ja, heb ik wel. Kom zo langs. Zeg wat hij doet. Hij zit als een dat doe je toch niet? Ik kan ze geen liefjes meer. Hoeveel van deze woorden zou ik niet gepiept zijn van de afgelopen zin? Welkom bij Geluksdraaf! De mensen abonneren nu op Koens kanaal. Als je dat niet doet, gaat hij en kikt hij je eraf. Of je bent gewoon doof als je niet abonneert nu. Het is comedy. Misschien gaat DNP nou wel comedy 2020 winnen. Je weet het niet. Mensen, welkom. We gaan vandaag een nieuwe aflevering van Geluksdraaf. Ik heb zeker geen permissie om dit te doen. Ga je met coins doen? Ja. Nee, je moet wel. Je hebt geen keus. Jij mag kiezen, want jij bent de gast. VVTR-plein is goed. Oké. Okay. Het is echt een goede opstelling. Okay. Waar zullen we voor gaan? Voor het meeste... We gaan toch gewoon spelen? Op zijn beurt eentje kiezen. Leg, man. Verratti. Toen die hier spelen? Drie toen die hier spelen in dit lijkt, dit moet echt denken aan die Silva. Ik hoop echt dat hij er weer een krijgt. Oh, hij zit niet eens bij de nominees, zeker. Verratti. Ja, eerste team of the year is binnen, man. Yes, lekker, man. Lekker, man. Come on. Kom op, Frankie. Ik ga nu voor de rechtsbuiten. Ja, ja. Dat wordt Figo. Wordt zeker Figo. Nee, dat is toch rechtsbuiten, toch geen rechtsmidden. Ja, dat kan je wel krijgen, toch? Of niet? Nee. Je hebt... Ik heb echt geen draftkoning. Nou, ja, ik ben wel... Als ik één keer doe, heb ik gelijk een goede. Ja. Koken? Ik bedoel, meer gewoon een goede Benzema link. Ja. Maar nee, Son. Ik heb echt de goede spelers steeds. Oh. GG. Oeh. Dit had zo lekker gelinkt met Alba. Pik. Het is nog niet echt het team waarop we op zitten te wachten. Het is niet echt het team dat je denkt met Kevin zo van... Neem Ter Stegen gewoon sowieso, die is goed. Ja, dan gaan we op zoek naar die andere centerback. Ja, dat is goed, dat is goed. Ja. Moet echt een screen pick hebben. Kan je die player picken? Oh! Wacht even hoor. Kijk eens, oh! Oké, plus 6, geen gezeik natuurlijk. Messi. Oh, die link fantastisch. Oh, wat is dit lekker zeg. Wat is die? Oh, natte Neymar, neem hem gewoon hoor. Nu kunnen we hem alleen niet meer linken. Gewoon alles overboord. We wisselen die wel in de spits in, dat komt goed. Dit is Huts. Mario Fernandes doen? Ja, ik zou Mario Fernandes doen. Zo. Ja, die heb je altijd van die fucking goede aanvallers, maar je kan beter Semedo doen, ja. Klik Semedo, ja. Semedo. Oké, wat we nog nodig hebben? Sissoko voor het middenveld. En nog een centerback, want Godin weiger ik ook mee te spelen. We hebben veel aanvallers, man. Bappé. Oh? Eh? Dingetje. Ik weet niet veel gast. Ja, maar we zijn echt goed onderweg. Ja, we hebben echt wel een record eraf te bouwen. Oh, welkom bij een nieuwe zeg. Je moet deze even doen. Oh, als Alisson is het ook niet slecht. Oeh, Oblak. Oh! Ja, dat is niet waar. Dat is goed, hè? Ja, oprecht wel hoog, 189. Wow, dus dit is denk ik een record. Nee, dat is niet waar. Dit is best wel goed, team, eigenlijk. Oprecht goed team. Enige Ramos, maar die rest zichzelf wel. We gaan easy winnen, oké? Okay? Yes! We in it! Nee, zet je dus een kans op Rooms, dus de kat gaat voor de dinosaurus. Oh. Hoe noem je een pratende dinosaurus? Ja, Thesaurus. Ik snap hem niet. Ik ook niet. Mooie actie. Ja, maar wat ben je nou aan het doen? Man? Hè? Trainingniveau. Ja, maar waar slaat het? We worden echt genaaid, jongen. Het systeem ook met name. Die bolletje wol is ook scheidirritant. Waarom doe je al van die irritante dingen, jij? Bolletje wol. Jij bent goed! Ja. Ik mag eigenlijk met een grote DNP spelen. Kijk, die Van Dijk ook lopen. Wat gaat dit traag dan, jongen? Goed. Close. Oh, weer balverlies van Matty. Rechts. Ja, ik zie het, jongen. Ik zie het. Neem maar. Dit is goed. Ja, oh, daar lag hij. Daar was hij. Licht. Tik. Wat doe je? Ja! Boom! Lekker zeg! Lekker, Socrates! Hey, ja. Even. Oh, dat kan ik niet doen. Ik kan niet eens juichen. Je mag niks doen als je crack-like bent. Oh, je ziet, we krijgen nu meer zelfvertrouwen aan de bal. Jammer dat jij niet zo goed bent. Ja, ik scoorde net ook al. Wat? Ja, dat was ik. Ben jij paarsjenees? Ja. Oké. Waarom juicht hij dan niet? Are you editing this in? All these mistakes! You're so... Waar kom je uit? Denk niet. Jawel, nee, jawel. Bewijs maar eens. Wat ben je aan het doen? Ik heb geen idee, ja. Ik zit dan met die koude poffertjes in mijn maag, denk ik. Oh, poffies. Het is wel moeilijk verdedigen of zo. Hij loopt er zo doorheen, maar er komt echt nog wel twee poppetjes zijn, denk ik. Ja. Tramp! Ja, heerlijk. Perfect trampie. Lekker. Kom op, hé. We got this. Kom maar. Die zusje, we houden nog even. Ja. Ik zei het toch, dit is... Verratti. Ja, Verratti. Dat is je plan. Nou, wachten tot iemand een beetje wel goed in positie staat. Oh! Buitenspel, hè? Nou ja, we hebben wel...
Lekker! Wat is dit nou? Hoppakee. Dit zou niet een glitch zijn, jij was toch een buitenspel glitch? Oh! Oh. Wie staat? Koulibaly! Koulibaly! Ja, we hebben dit, hij is f***ing slecht. Oh! Yeah! Die gaan er nooit in, die gaat er nooit in, maar deze wel. Yes! Lekker zeg! Ik dacht dat hij erin ging. Oh, wat een Hoppa. Bal, Frankie. Wat hebben we weggespeeld in die tweede helft als je deze even maakt dan? Nee, maar jongen, wat is dit voor Tita Tovenaar, jongen? Zo, een spits boeien dat we geen spits hebben. Ja, je kan beter. Nee! Oh, mijn god, man. Jij in 5. Dit denk ik echt prom, maar ik wilde eerst even wisselen. Gaan we nog een keer scoren? Nee, waarschijnlijk niet door jou. En hij heeft ook een man. Meer. Oh! Nee, wat doe je nou? Jij verliest daar die bal door een trackback, gast. Ja. Kan mij het schelen? Je wordt het nog weggespeeld ook. Vind erover echt de raarste game mode die er is, jongen. Oh! Nee, nee, luister, ik deed een panna. Ja. Zag je die panna? Ja, dat is wel waar trouwens. Ja, dat was echt mooi. Eruit! Ja, we gaan verliezen, ja. Ik kan wel zeggen dat het mijn schuld is, maar ja, eigenlijk wel. Maar, nee. Jij pakt de rood. Eh? Jij ging 1-1 met Neymar. Je hebt het ook eens rood gepakt. Oh, kom je er nu pas achter? Ja. Daar lokt hij. Ja, boeie gast. Jaffa. Hey, hoe verliezen we dit? Ja, okay. Geen idee. Nog eentje? Ja, nog eentje. Nog eentje. Oké, nog eentje. Maar je kan niet... Welkom bij een nieuwe geluksdraal. 4-3-1. Lekker. 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 Lekker dit. Nu gaan we winnen. Oké. Oeh, ja, sowieso deze grote vriend hier. Ja. Oeh. Zo. Lekker. Dit is een goed hoekje. En dan gaan we nu nog even Van Dijk krijgen. Als we nu Van Dijk krijgen, dat zou helemaal perfect zijn. Ja. En die krijgen we vervolgens helemaal niet. Maar is het lekker. Lekker. Doe je super. Ibra. We hebben echt een nieuwe cam nodig. Die is zo slecht vergeleken met Ja, maar dan ga je winnen, weet je wel. Ja, zo waar. Oeh. Voor een rondje. Ja, Figo. Die zijn echt fijne spelers om te krijgen. Hazard. Ja, doe maar Hazard. Kom op, hè. We doen wel om het doelpunt wisselen, oké? Oké. Stel je voor, je doet een foto van een e-sporter als je dit. Dan ben je triest, holy shit. Kijk, oh, ik ben genoeg. Het lijkt wel een beetje op jou, zie je dat? Geen stress. Matt, wat denk je ervan? Ga ik winnen? Ja. Kut. Waar staat de Centurion? Dat is ook Aspas. Ik fix het wel voor je. Mag ik even kijken hoe het staat? Sterk. Ah, dat hapt hij niet. Had ik moeten weten. Ja. Ik ben nu overmoedig. Omdat jij ook met je ogen op mij zit te loeren. Ik heb een flesje water vullen. Ik sta 2-0 achter. Kom jij maar. 2-0? Ja. Oké, nog eentje dan? Ja. Oké. Okay. Ah, fijn. Alleen maar wingers. Tantoe fijn. Klik skip. Nou, Aguero. Ja, Gattuso. Wereld. De Bruyne. Fantastisch. Dit is een team, jongen. Dit wordt een team. Hop, boom. Ja, Dorca. Dan hebben we nu wingers, De Bruyne en Silva. Dat gaat wat worden. Deze opstelling is zo dom. Want je 4 spelen, wil je eigenlijk allemaal pace hebben. Dat gaat nooit lukken. Snap je? Je cams moet dat... Gaat nooit lukken. Dat is gek van jou. Ja, Winnen, ja, maar die is echt goed. Wat die? Poeh, Benzema. Ja. Nee. Wat doe je nou? Zo, ja. Ik weet niet wat ik wilde doen. Zo. We gaan lekker spelen, want we gaan toch verliezen. Ik ga niet met tactieken wisselen. Ik heb geen permissie. Je moet nu reageren op tegenstanders team. Hij heeft ook die Alba. Jezus, hij heeft ook die Alba. Ja, goed. Dat soort dingen moet je dan zeggen. Oké. Dan moet je niet OC22 memes gaan kijken. Okay. Mensen, OC22 is niet leuk meer. Stop ermee. Kappen met die. Nee, is wel leuk. Maar, tijd voor een nieuwe. Zoek maar een andere rechtsback met een 59 rating. Hij zie. Dat gaan we proberen vanaf hier. Ja. Die gaan we zeker proberen. Kijk of het nog werkt, dames en heren. Gattuso. Nou. Bijna een corner, super Lucas, 0-4. Denk je wat de stand zo meteen gaat worden? Ja, dat hebben we net al gedaan met die. Oh, zo. Ik ging gewoon een beetje kloten met spelers. Je bent echt fucking slecht, jij. Je bent echt fucking slecht. Wat wil je ook? Je gaat hier vanmorgen nog, ja, ik heb mijn laatste 15 wedstrijden in video's eentje gewonnen, maar. Oké, kopje erbij nou. Waarom heeft hij ook een Ronaldo nummer 11 gegeven? Respectloos. Goed. Diep. Even rustig. Connie? Die liggen hier op de grond. Oh, wat een kut. Wat is dit nou? Hij moet hem maken. Maar dit is dat toch een goede bal? Je hebt hem gewoon laag, maar omhoog. Goed. Ja, dit is de... Ed! Vies, ook helemaal niet goed. Maar dit is Edwin zijn schuld. Ja, eens. Dit is echt een goede video. We zijn echt goed bezig. Oh mijn god. Normaal, je kan op zich wel... Wat hebben ze... In Fudderaf is trampen gewoon oké ofzo. Wat doen we zijn smerig? Allemaal trampen. Zo, wacht eens. En dan zo breed leggen. De keeper weer. Hij heeft rood getuigd. Oké, deze mensen kunnen toch helemaal geen fut. Die zijn zo slecht. We gaan even focussen dichtbij zitten. Misschien kunnen we nog winnen. Hoge voorzet. Ja!
Boom! Wat ben jij slecht, zeg. Hoe hard was dat? Niet hard. Ja, hij glitst ook altijd weer te hard. Echt bizar. Hij wil gewoon ons laten scoren, maar het lukt niet. Dat is nog wat... Dat is heel erg. Voor de mensen die denken, gaan jullie betaalde Patreon opstarten om FIFA tips te geven? Nee. Misschien is hij gewoon best wel goed, deze tegenstander. Nee, hij is echt niet goed. Ja! Maar dit spel is niet te spelen, toch? Het boeit ook helemaal niks. Helemaal juichen deze gozer. Druk! Door! Dank u. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Wat een k*** video. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.